We gaan even naar de actualiteit van deze week. Want in schoolboeken wordt abortus onder leerlingen gepromoot. Ook de niptest kwam ter sprake. U heeft daar vragen over ingediend of gaat dat doen. Wat is er aan de hand? Er was een vrouw die werd benaderd of zij haar foto van haar met haar kind met syndroom van Down wilde leveren als een plaatje in een schoolboek. Mm-hmm. En haar vraag terug was, maar wat staat er dan in dat boek? En toen kreeg ze de passage te lezen wat daar dan zou getoond worden. En dat kwam hierop neer. Feitelijk door middel van de NIPT, van de test, gaan we eigenlijk het syndroom van Down uitbannen. Waren vrij echt boude woorden als je die last. Ja. Ik ben kan best dingen zakelijk bekijken, maar ik weet dat het me echt raakte. Mm. Bijna emotioneel. Dat ik denk, ja, maar sorry, het gaat hier om een kind. En ook nog een plaatje erbij. Ja. Dus die moeder reageerde daar vanzelfsprekend ook. Want die mevrouw was daar niet over ingelicht, dat het daarvoor werd gebruikt. Nou, ze vroeg er bewust om. Als ze het niet had gevraagd, was het zo gepasseerd, bij wijze van spreken. Maar daardoor kwam dat naar buiten. En toen zeiden wij van, ja, dit is niet hoe we dat willen doen. Nee. Gaan we ook niet mee akkoord. We prediken, als ik dat woord mag gebruiken, een inclusieve samenleving. Daar horen ook de kinderen met syndroom van Down bij. Ja. En we gaan ook zeker niet in schoolboeken dan zomaar op deze manier die twee zaken koppelen. Ja. Want ik begreep dat er ook over zwakzinnigen werd gesproken. Ja, die tekst was echt slecht, als ik even het woord mag gebruiken. Ik vond het echt erg hard. Het ging echt over het uitbannen van syndroom van Down. Het was niet meer van deze tijd en ouders zouden raar zijn als ze daar nog aan zouden beginnen, bij wijze van spreken. En wij hebben daar direct op gereageerd, inderdaad. Miriam Bikker was dat ook. En ik heb onderwijs in portefeuille. Ja, want dit raakt u meer als politicus, het raakt meer uw hart, begrijp ik. Ja, dat heb ik echt ervaren, ja. Ik werd er echt emotioneel van. Dat ik denk, we hebben hier over kinderen. Die worden geboren met een bepaalde afwijking. Dat snap ik ook wel. En dat is echt niet altijd makkelijk, ook niet voor ouders. Maar ze horen er ook bij. Ja. En dat is ook leven, waar we zuinig op moeten zijn en ook voor zorgen. En niet toch, op die manier. Wat zegt dit over de samenleving waar we in zitten? Ja, nou, dat precies. Ik denk ook realiseren we ons dat wel. Als je nogmaals, daarom zeg ik prediken, we prediken een inclusieve samenleving. Dat bedoel ik heel breed. Ja. Ook aan liberale kant. Maar daar horen ook deze mensen bij. Ja. En deze kinderen. Bewust ook. Ja. En dat is wat mij wel echt trof. Ik denk, die hardheid, zeg maar even, waarmee daar overheen gestapt wordt, dat moeten we niet willen. Ja, nu heeft de uitgever bekendgemaakt vandaag dat de teksten worden teruggetrokken. Is dat een morele overwinning in uw ogen? Ja, dat denk ik wel. Ik was er in ieder geval blij mee toen ik het las. Ik weet niet wat we hebben vragen ingediend en er zal misschien nog op teruggekomen worden op die manier waarom dat dan zo is gegaan. En ik weet ook niet wat er verder in het schoolboek stond. Maar die tekst op zich was voor ons reden om die vragen te stellen. Ik ben blij dat ze ingetrokken zijn. En dat laat ook zien dat het soms helpt om je mond open te doen. Het begon met de moeder van het kind, die dat postte of op Instagram, dat wij het zagen. En wij hebben dat politieke kunnen oppakken. En dan zie je dat dat dan toch gelukkig effect heeft. Ja. Want gaat u nu meer vinger aan de pols houden en u doet onderwijs? Meer kijken naar schoolboeken, naar het materiaal wat leerlingen aangeboden wordt? Ik weet niet of ik dat zelf ga doen, maar dit zijn wel tendensen in de samenleving waar wij altijd naar kijken. En ik vind dat we dat moeten blijven doen, ook vanuit onze partij, de ChristenUnie. Wij zeggen, we zijn een partij die voor het leven is. Ja. Juist ook voor kinderen met syndroom van Down. Dus ja, ik denk het wel. Dus als mensen dit soort dingen treffen, dan zullen wij daar zeker op reageren. Met de nodige misschien ook wel voorzichtigheid. Want we hebben ook de vrijheid van onderwijs te verdedigen. En we zeggen dan ook, kinderen mogen onderwezen worden op die manier zoals hun ouders dat denken dat graag te willen doen. Dat geldt dan ook voor christelijk onderwijs, maar dat geldt ook voor seculier onderwijs. Dus ook met die voorzichtigheid. Zullen wij daar zeker naar kijken. En onze idealen blijven najagen, als ik het zo mag zeggen. Ja. We gaan nog even naar de actualiteit van deze week. Een vreselijke actualiteit. De aardbeving in Turkije en Syrië. Er worden nog steeds overlevenden gevonden. Maar het dodental loopt ook per uur zo'n beetje op. Hulp kwam op gang, ook vanuit Nederland. Was dat goed, voldoende in uw ogen? We waren in ieder geval snel met het sturen van een team aan hulpverleners van allerlei soorten die daar gingen helpen met zoeken en bergen van mensen. En die zijn daar nog steeds bezig, bijna dag en nacht. Dat is mooi. En dat gebeurde internationaal. Je zag ook allerlei private initiatieven, zeg maar. Mensen die zelf begonnen hulpgoederen in te zamelen en die kant op te sturen. Dus dat is goed. Ja, als je de beelden ziet, dat is natuurlijk ook hartverscheurend en echt heel erg. Ja. Dus ik vond het mooi dat dat gebeurde. Of het genoeg is, ik denk dat het nooit genoeg kan zijn. Zulke aantallen, voor mij de laatste keer dat ik het zag, was echt boven de 20.000 doden inmiddels. Ja, dat is bijna niet voor te stellen. Ook niet als je de plaatjes ziet dat echt flatgebouwen letterlijk omvallen met de mensen er nog in. Ja. En in Syrië natuurlijk een burgeroorlog, nog gaande. Ja. Vindt u niet dat op zo'n moment de politiek, zal ik maar zeggen, opzij geschoven moet worden? Ook met buurlanden. En dat alle hulp nodig is? Ja,
uiteindelijk humane hulp gaat voor alle dingen, denk ik. Daar moeten we, denk ik, zo moeten we erin zitten, maar het is niet makkelijk. Er waren natuurlijk daar allerlei sancties, et cetera, in. Ja. En die zijn nog steeds van kracht. Zou die verlicht moeten worden? Tijdelijk? Dat weet ik eerlijk gezegd niet op dit moment of dat kan. Mm-hmm. Ik denk ook niet dat het zomaar moet. Maar we moeten wel alles op alles zetten om die mensen daar te helpen. En ik krijg die signalen ook bijvoorbeeld uit mijn eigen plek waar ik vandaan kom in Renen. Een gezin dat ook letterlijk gewoon echt roept van jongens, onze familieleden zijn daar nu in nood. Help ons. Ja, ik denk noodroep moet je altijd op reageren. Ja. Dus dat is ook onze lijn. Ja. Ook nog meer politiek gezien dat de regering nog meer zou moeten doen dan het sturen van directe hulp. Geld bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Nu is de eerste hulp is nu dat, waar je het voor doet. Dus echt mensen, teams, ondersteuning, hulpgoederen. Geld zal gaan, denk ik, via de organisatie die daar aan het werk zijn. Als die er überhaupt nog aan het werk zijn of aan het werk kunnen. Dat is wel, en dat zal ook diplomatiek best wel een moeilijk verhaal, een moeilijke opgave zijn. Ja. Ook de komende tijd. En ook hier sluit ik aan bij uw woorden die we net gezien hebben in die Defensiecommissie. Ja. Gebed is ook nodig. Ja. Nee, absoluut. Ik denk, als je de beelden ziet, hoe mensen daar in nood zijn. Ja, dat is denk ik goed om te doen. Ja. Dank voor dit gesprek, Nico Drost.